Maar in ieder geval, ik heb nou nog een kluts kwijt. Ik ben echt de kluts kwijt. Ja, ik moet eventjes zien hoe we dat gaan doen. Nou, die twee, drie heb ik nog en die. Maar die pot krijg je niet. Dan ga ik weer lopen ervoor om te collecteren. Maar ik moet wel regenkleding aan, want als je dit ziet... Ja, dus ja, daar ben ik wel aan het lopen die tijd. En om dan onderweg wat aan te doen aan regenkleding is er niet bij, nee. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog. Want ja, daar zijn jullie weer bij aanbeland. Ja, zeker te weten. Ik wens jullie natuurlijk een hele fijne dag toe. Tuurlijk doen we dat even. Het is vandaag vrijdag. En het is 9e van de 9e 2022. En we leven om 12:39. Ook dat nog eens een keer. Het is hier druilerig weer, miezerig, rot weer. Niks aan, maar we gaan er gewoon weer voor. Ja, ik wil gewoon de zon weer terug. Laat het 's nachts maar regenen, dat vind ik tenminste. Ja, 's nachts mag het regenen, onweer, plinsen, sneeuw, hagelen, al het weer wat je in de winter behoort te krijgen en ook zomers wel. Zomers heen ook regenen. Nou, laat dat 's nachts gaan wanneer iedereen ligt te slapen. Heb niemand er last van en dan overdag weer lekker weer. Ja toch? Maar ja, dat gaat nog helemaal niet op. Dus ik zou zeggen, ja, we moeten er gewoon met z'n allen maar weer voor gaan. En ja, hopen dat we dan allemaal, ieder op zich, ieder op zijn eigen manier, een fijne dag mag beleven. Ja. En wat wij vandaag gaan beleven, nou Claudia die zal komen rond de klok van 1. Dus ik ben benieuwd en ja, dan is het hier weer werken. Werkzaamheden genoeg in overvloed. Ook moet ik nog steeds de keuken doen. Ja, ik kom er gewoon niet aan toe, ook met het lopen en dan editen enzovoort. Ja, ik kom er gewoon niet aan toe. Maar ja, het moet toch gedaan worden. En boven moet het ook weer gedaan worden. En beneden moet het gedaan worden. Ja, dus druk, 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 druk. Maar ja, wie heeft dat niet? Je moet toch je huisje schoonhouden, toch? Vind ik. Maar in ieder geval, ik probeer jullie gewoon weer een beetje erin mee te nemen. Ja. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. En hou gewoon vol goede moed. Geniet van alles met wat jullie doen. Maar ook zeker weer met wat wij doen. Dus zeggen, tot straks maar weer. Zo lieve vrienden, mijn huisje is weer schoon. Claudia is weer weg. Ik ben met de vaat bezig geweest, dus het is daar ook weer schoon. En ja, jullie geloven dat natuurlijk wel. Ik hoef dat niet weer te laten zien, hè. Nee, als ik het zeg, dan is het gewoon zo, punt. Claudia heeft een ukkie plantje meegenomen van mijn pannenkoekplant. Dus ik ben er weer eentje kwijt. Hartstikke fijn. Nou heb ik er nog 3 staan die ook weg mogen. En dan heb ik er nog eentje in een sierpot. Maar die sierpot die krijgen jullie niet, want die heb ik ooit van mijn mannetje gehad. Maar de inhoud mogen jullie wel hebben. Dus ja, en een bakje hoef je niet mee te nemen hoor. Dan nee, die heb ik dan ook nog wel. En dan zetten we het gewoon weer over. Maar in ieder geval, ik heb nou nog... Ik ben de kluts kwijt. Ik ben echt de kluts kwijt. Ja, ik moet eventjes zien hoe we dat gaan doen. Nou, die twee, drie heb ik nog en die. Maar die pot krijg je niet. Het plantje mag je wel, de pot niet. Maar die potjes krijgen jullie dan ook gewoon mee. Daar staat wel honing op die bruine. Maar daar heeft mijn man ooit honing de tomaatjes in gekweekt. Schoteltjes krijgen jullie niet. Nee, en die pot krijg je helemaal niet. Nee. Enkel dat plantje mag je daaruit hebben. En die kleine potjes mag je ook mee hebben. Dus het komt helemaal goed. Dus ja, neem contact met me op, hè, zou ik zeggen. En waar zijn mijn meisjes? Die zijn daar.
Dat is er één. Dat is Elleving. En daar ligt nummertje 2, onze Rijka. Dus ja, dat dus. Nou, dan zal ik jullie weer even omdraaien. Kijken hoe we dat gaan doen allemaal. Zo, daar zijn we weer. Dus ja, dat allemaal dus. En ja, ik zit eventjes naar een vlogvideo te kijken van een hele goede vrouw die overal bij is. Dat is Donna van der Horst. En die was, weet ik van wanneer, staat niet eens niet bij wanneer. Staat niet eens niet bij wanneer, kan je nagaan. Of ik kan dat niet vinden dat ik, ja. Den Horn vlaggenactie. Nadat deze gisteren werd verboden door burgemeester. Ja, het is nou dus weer ontbonden. Dus ja, ze mogen actie voeren op een viaduct. En ik had wel gelijk weer een hoop politie erbij. Ja, hallo, doe even normaal. Die mensen die doen niks dan enkel met de vlaggen te zwaaien. En de auto's en de vrachtwagens die klokken neer omdat ze erachter staan. Dus duimpje omhoog. Ja, helemaal geweldig. Maar oké, okay, lieve vrienden. Ik ga... toen regende het. Ja, ook dat nog. Nou ja, ik hoop niet dat het vanavond weer regent, want vanavond moet ik weer lopen natuurlijk. En dan moet ik mijn regenpak aan als het gaat regenen. Ja, daar heb ik niet zoveel zin in. Maar ja, wat moet, moet. Zo simpel is dat ook. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jouw dag, jullie dag. Wat voor een dag dan het ook wezen mag bij jullie. Het kan bij jullie wel ergens prachtig mooi weer wezen, want ik weet niet waar jullie zitten. Nee. Misschien zit je wel in Spanje naar mijn vlogs te kijken, dat weet ik niet. En dat kan daar dan prachtig mooi weer wezen, dat weet ik niet. Daar hou ik me niet mee bezig, nee. Dus, lieve vrienden, geniet ze. En veel plezier met alles wat jullie doen, maar ook zeker weer met wat wij doen. Zo, lieve vrienden, ik ga me weer klaarmaken om met de meisjes uit te gaan. Daarna ga ik, als ik weer terugkom, dan ga ik gelijk de rollator weer klaarmaken voor de KWF. Dan ga ik weer lopen ervoor om te collecteren, maar ik moet wel regenkleding aan, want als je dit ziet. Ja, dus ja, daar ben ik wel aan het lopen op die tijd. En om dan onderweg wat aan te doen aan regenkleding is er niet bij, nee. Dan ga je door en moet je van tevoren al die kleding aan hebben. Ja, of het nou nu nog droog is. Ja, het is nu nog droog. Zelfs het zonnetje schijnt een beetje. Maar ik trek het toch aan. En doe enkel de capuchon nog niet op. Maar als het al gaat plensen, dan heb ik die zomaar op. Ja. Dus dan weten jullie dat even. Ik ben ook met een vlog bezig. Maar die is eigenlijk bijna klaar. Ik moet tenminste, wat heet bijna. Ik moet nog een gedicht bedenken. Dan moet er muziek erbij. Dan moet ik nog switchen ertussen zetten. Maar de film op zich is tot zover klaar. Op dat dus. Nou. Dus ja, we hebben nou een kale vlakte. Zoals dat. Dus ja, dat komt ook wel goed. Daar moet het gedicht in. Plus nog iets, ja. Maar dat zien we pas waar het gedicht over gaat. Komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, hou vol goede moed. En dan doe je alles gewoon geweldig en goed. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, en het is alweer reeds avond, hè. Het is op mijn horloge 19:47, maar ik ben een paar minuten voor. Dus ja, maakt het even niet uit. Het is in ieder geval 7 uur geweest op mijn horloge. Dus ik denk niet dat ik op tijd ben voor GTST. Oh nee, het is vrijdag, dus GTST komt niet eens. Maar ja, maakt verder niet uit. Ik ben weer thuis. Ik heb 2 straten weer gedaan. 1 hele lange. En dat was ook weer, net zoals gisteren, een rotstraat. Ook qua bestrating. Daar liep je weer met de rollator en zo wat zo om hem tegen te houden. Nou, mijn hemel. En ook een heleboel mensen van, ja, dat doe ik niet aan, begrijp ik niet aan.
Die hebben geen ze weten wel wat QR-code is, maar ze willen dat niet op een telefoon, et cetera, hebben, want ze kennen dat allemaal niet, ze weten niet hoe het werkt. Zelfs jeugd. En dan denk ik, ja, dat is flauwekul bullshit, want jullie weten donders goed wel, en jullie kennen het wel, maar jullie willen het niet. Gewoon een smoesje, hè, voor hun eigen. Maar in ieder geval, maakt allemaal verder niet uit. Ik ben weer thuis en ik ga zo meteen de camera aan het laden doen. Want die moet ook weer opgeladen worden en dan komt alles alweer goed. En dan moet ook nog geleegd worden. Ook dat moet nog. Maar de nieuwe collector staat weer in de wacht. Dat is de Brandwondenstichting. Ook daar heb ik het bericht al van binnen van dat de bus weer klaar staat voor mij. Dus komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik heb al contact met haar opgenomen, dus ook daar gaan we weer voor lopen. Maar ik denk dat hun dat nog met een bus doen. Ik weet het niet. Maar ja, zien we wel, merken we wel. Ik zou zeggen, fijne avond. Hele fijne avond. Een geweldige fijne avond. En welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, tot dan.